Goedenavond. Een Nederlandse vinding voorspelt bij vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker of chemotherapie nodig is. Uit een groot onderzoek, net gepresenteerd in Amerika, blijkt dat deze test betrouwbaar is. Elk jaar krijgen 14.000 vrouwen in ons land de diagnose borstkanker. Bij 10.000 van hen kan de test worden gebruikt. Elk jaar hoeven dan zo'n 2500 vrouwen dankzij deze test geen chemotherapie te ondergaan. Duurzaamheid begint thuis. In het energieakkoord is afgesproken dat huizen energiezuiniger moeten worden. Maar bijna niemand is daar ook echt mee bezig, blijkt uit onderzoek van Bouwen Nederland, de club van bedrijven in de bouw. Grote vraag is, hoe krijg je mensen zover dat ze wel aan de slag gaan? En het totaal aantal jongeren dat een houtstraf kreeg, daalde iets. Op onze site en app kunt u de cijfers zien per gemeente. Ze bestaan nog niet, maar ze komen er wel aan. De zogenoemde killerrobots. Wapens die kunnen doden zonder directe menselijke controle. Vredesbeweging Pax vindt dat Nederland de ontwikkeling van die killerrobots moet tegengaan. Dit was het NOS-journaal van 6 uur. Hier kunt u nu kijken naar één vandaag met Jaap Jongbloed. Ik wens u een heel mooie avond.